Welkom bij de Urban Track. We gaan het hier over de stad hebben. En de eerste spreker is Martijn van der Waal. Die deze week zijn boek heeft gepubliceerd en gepresenteerd. De stad als interface. Wat daarin staat, kan hij beter zelf vertellen. Dus ik geef de microfoon aan Martijn. Ja, dankjewel en dank voor de uitnodiging om hier te komen spreken. Mijn boek inderdaad van de week gepresenteerd, De Stad als Interface. En het sluit eigenlijk aan bij een hoop van de discussies die vanochtend ook werden gevoerd. Hè, van wat betekent het nou dat de stad en de burgers in de stad allemaal data aan het genereren zijn, ofwel bottom-up, omdat iedereen voortdurend op Facebook alles aan het delen is met vrienden, ofwel via sensoren die overal in de stad zijn, ofwel overheden die data beschikbaar maken. Daar kun je natuurlijk op een hele praktische kant naar kijken, van hoe kun je de stad dan handiger inrichten enzovoorts. Wat ik in het boek probeer te doen is er op een meer filosofische manier naar te kijken. Dus de vraag eigenlijk om te draaien. Wat voor stad zouden we eigenlijk willen hebben en hoe kan die technologie daar een rol in spelen? Dus de vraag is niet zozeer, is big data goed of fout? De vraag is, wat doe je met big data? En we zagen vanochtend al verschillende perspectieven. Je kunt big data, kan aan de ene kant door een bank gebruikt worden, hè, om via Facebook profielen te checken of zijn potentiële klanten al dan niet kredietwaardig zijn. En tegelijkertijd kan big data ook gebruikt worden, zoals Mark van der Net liet zien, hè, om doordat je al die data over de stad op een kaart presenteert, kun je ook collectieve problemen inzichtelijk maken. Dus het is hetzelfde principe, big data, maar het zijn twee hele verschillende toepassingen die je ermee kunt doen. Dus wat kun je daar nou mee? En dan denkend vanuit het idee van wat voor stad zou je nou eigenlijk willen hebben? En dan wilde ik eigenlijk vandaag, in de tijd die we hebben, drie voorbeelden geven van drie verschillende manieren van nadenken over wat een stad is en hoe die technologie daar een rol in kan spelen. En dat doe ik door u mee te nemen naar Seoul, in Korea, hier ongeveer. En in Seoul ga ik kijken naar drie verschillende wijken of gebieden. Songdo, Hongdae en we eindigen bij Seoul City Hall. Ik weet niet, zijn er hier mensen die wel eens in Songdo zijn geweest? Toevallig. Songdo geldt wereldwijd als een van de bekendste voorbeelden van een smart city, dat voortdurend in de discussie wordt aangehaald. Dus ik zal er wat voorbeelden van laten zien. Maar ik dacht, omdat u misschien niet helemaal bekend bent met de geografie van Seoul, deze kent u misschien wel. Een wijk op de zuidzijde van de rivier en daaromheen liggen eigenlijk die andere drie wijken waar we naar gaan kijken. Om u een eerste indruk te geven van hoe zien die wijken eruit. Dit is Songdo. Dit is als je op Google Images zoekt naar Songdo, dan krijg je dit. Dus heel veel soort masterplan, top-down ideeën van hoe die stad prachtig gemaakt zou moeten worden. Dit is de tweede wijk waar we heen gaan, Hongdae. U ziet gelijk, ik weet niet of de beelden helemaal goed te zien zijn, maar je ziet gelijk al een heel ander beeld van een stad. Niet meer die grote schetsen, niet meer die masterplannen, maar je ziet gelijk allemaal foto's van het leven op straat eigenlijk. En dit is het laatste hoofdstukje, City Hall, waar we als laatste aan zullen komen. En dat is eigenlijk een beetje een mix van die twee. Hè. Aan de ene kant zie je, als je erop googelt, institutionele grote gebouwen, maar je ziet ook heel veel mensen die zich die stad toe-eigenen. En die drie verschillende perspectieven die je eigenlijk al in die plaatjes ziet, die komen ook in mijn verhaal zo wel weer terug. Laten we beginnen met Songdo. Songdo, het is eigenlijk een soort Almere, zou je kunnen zeggen. De overheid van Korea besloot dat er een polder moest komen vlak voor de kust van Seoul. Opgespoten zandplaat en daar wordt nu een stad uit de grond gestampt. Uiteindelijk moeten er iets van 200.000 mensen gaan wonen, maar het moet vooral een smart city en een green city worden. En als je naar die plaatjes kijkt, dan lijkt het vooral op een soort sim city. Bestaat het dan ook echt? Jawel, het bestaat ook echt. Zo ziet het er ongeveer uit nu. Ze zijn ongeveer op een derde, halverwege van het aanleggen. Het ziet eruit als New York. Hoge torens, mooie architectuur. Het grappige is overigens dat een deel van de videoclip van Gangnam Style is ook hier opgenomen en niet in Gangnam, omdat het er moderner uitzag. Dat vonden ze er beter bij passen. Maar het bijzondere is eigenlijk dat ze bij het aanleggen van die stad al gelijk aan het nadenken zijn over hoe kunnen we die stad zo inrichten dat die stad ook heel veel data gaat verzamelen. Een soort big data verhaal zou je kunnen zeggen. En dat we die data kunnen gebruiken om allerlei diensten aan te bieden. En
Meestal levert dat dan dit soort verhalen op. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien, maar u kent de verhalen misschien ook wel. Hè? De stad hangt helemaal vol met sensors. Dus de stoep weet dat er iemand langskomt en hè, de lantaarnpaal gaat aan of uit. De auto weet waar de parkeerplaats is. De gebouwen weten of er mensen zijn, ja of nee. De lichten gaan aan of uit en daarmee kun je energie besparen. Om u een beetje de indruk te geven van hè, hoe zij zelf aankijken, van wat voor stad dat zou moeten zijn. Een filmpje van een jaar of 6-7 geleden, van toen ze net begonnen met het aanleggen van Songdo. En als een soort marketingfilmpje op hun website gezet van zo'n stad willen we graag maken. The difference between 99 and 100 can be small. But the U-Life values this small difference. Now, it's time to begin having a 100% safe life. You can protect your precious children anytime, anywhere, using video monitoring. Driving becomes safer with intelligent navigation services that switch automatically between road navigation and parking information. Intelligent CCTV service uses motion detection technology to identify suspicious activity and automatically informs related organizations to deal with the situation promptly. Ik denk dat u het idee wel krijgt, toch? Zo gaat het nog wel even door. Die big data, de nieuwe technologie, maken de stad veiliger, efficiënter, prettiger om in te leven. Dat is het idee. Het klinkt allemaal heel aantrekkelijk, tot op zekere hoogte. Het gekke is eigenlijk, toen ik daar was, eind vorig jaar, toen bleek dat van die visie van een jaar of 7-8 geleden, eigenlijk was er nog niet zoveel. Het enige wat er eigenlijk tot nu toe was aangelegd waren vuilcontainers. En dan moest je met je eigen chipkaart moest je hem openmaken. En dan werd je vuilnis gewogen, zodat je per kilogram vuilnis afgerekend kon worden. Maar al die andere beloofde technologieën, van die data die verzameld zouden worden. En de diensten die daar op met behulp van die data aangeboden zouden kunnen worden, die waren er nog niet. En dat geeft ook wel aan dat het aan de ene kant, zo'n heel big data verhaal is natuurlijk heel mooi om te vertellen. Je kunt er mooie filmpjes over maken, maar het blijkt in de praktijk ook nog wel heel lastig te zijn om ook heel goed zo'n platform te maken waarop al die data goed op elkaar aansluit, inderdaad gebruikt kan worden enzovoorts. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze er wel mee bezig zijn en dat zal in de komende jaren wel verder uitgerold worden. Cisco is bijvoorbeeld een grote partij die daar heel actief is. En als je dan kijkt van wat is dan de visie, wat is hun visie op de stad? Dat is dan toch vooral van, de stad is eigenlijk een verzameling infrastructuur. Het idee van de city as a service. En die gaan we zo efficiënt mogelijk aanbieden aan consumenten. En dan liefst ook natuurlijk tegen betaling. Want die meeste van die diensten, daar moet je op abonneren. Ze hadden bijvoorbeeld het idee van dat je dan voor $5 in de maand kon je abonneren op de locatiegegevens van je kind. En je kind kreeg dan een soort armbandje mee en er zat een chip in en in de hele stad hingen dan sensors. Nou, hier is dat natuurlijk een heel raar idee, omdat we hier op een soort andere manier over privacy voorstellen. Daar is dat wat minder discussie. Er zijn best mensen die daar in geïnteresseerd zijn. In Japan bestaat het overigens al, dat is een redelijk succesvolle dienst. Maar goed, dus het idee van de stad als een verzameling van infrastructurele diensten. En Cisco zelf, ze noemen het smart and connected communities. Maar als je dan doorvraagt van, wat bedoelen jullie dan met community? Dan is de definitie is meestal van, omdat we al die data verzamelen, kunnen mensen nieuwe businessmodellen ontwikkelen en dan krijg je innovatie. En dan hebben meer mensen een baan en dat is goed voor de gemeenschap. Dus het is een hele, je zou kunnen zeggen een business-centered idee ook van wat een stad of wat een stedelijke gemeenschap is. Er wordt een data- en communicatieplatform gecreëerd en het doel is eigenlijk toch vooral om economische waarde te creëren. Voor, in de eerste plaats voor Cisco zelf, maar misschien ook voor alle andere bedrijven die data mogen gaan gebruiken. En een dingetje wat erbij zit, het wordt ook altijd heel erg gemarkt van het is ook heel goed voor de sustainability. Daar zou je ook nog wel wat vraagtekens bij kunnen zetten. Maar in ieder geval het idee dat als je die stad efficiënter maakt, kun je zuiniger omgaan met energie. Aantrekkelijk? Iemand? Misschien niet zo? Of? Er is natuurlijk ook nog wel wat kritiek op.
Onder andere van Richard Sennett. Ik weet niet of iemand Richard Sennett kent, beroemde socioloog. Die veel over steden schrijft, eigenlijk vanaf de jaren 70 al. Hij zegt, no one likes a city that's too smart. En eigenlijk dit is zijn voornaamste kritiek. Hij zegt, het is allemaal wel leuk en aardig, hè, dat er allemaal van die diensten worden ontwikkeld. Maar ja, je bent toch vooral consument en niet zozeer een burger. Hè, je kunt, die bedrijven maken een aantal diensten voor je. En dat is een soort menu en daar kun je uit kiezen. Maar je kunt helemaal niet zelf iets toevoegen aan het menu als je dat zou willen. Tenminste, het is heel onduidelijk of dat kan. Het zijn vooral de stad, of de inwoners worden vooral gezien als consumenten. En pas in tweede of derde instantie als burger. En dat is ook mijn, nou ja, dat zou ook mijn voornaamste bezwaar zijn. Als consument denk ik, het kan best prettig zijn als dat soort diensten worden ontwikkeld. Of ook als gemeentes data beschikbaar stellen aan bedrijven die dan parking apps of wat dan ook gaan ontwikkelen. Maar in hoeverre wordt dit platform, want het is niet de gemeente die data verzamelt, maar het is een soort consortium van allerlei bedrijven. In hoeverre is die data open? Bijvoorbeeld die data over verkeer, die wordt verzameld. Mogen dan alleen bedrijven die daar dan apps voor het parkeren of voor navigeren gebruik van maken? Of kun je ook als burger zeggen van nee, ik wil ook die data, want ik wil graag iets doen over de fijnstofuitstoot bij mij in de straat. Ik wil eigenlijk minder verkeer en die data die kan ik heel goed helpen in het debat daarover. En als je zo'n heel platform opzet, zoals daar nu gebeurt, voor wie doe je dat dan? Mogen die burgers daar dan ook bij? En als je daar... als je daar dan nu over doorvraagt, dan, want het bestaat nog niet, maar het wordt nu ontwikkeld, dan is daar nog niet een eenduidig antwoord. Ze zeggen niet, ja, we gaan het zeker overstellen voor burgers. Ze ontwijken de vraag nog een beetje. Dus het is een beetje nog zien hoe dat gaat. En als burger zou ik het zelf wel heel fijn vinden, als dit soort platforms er zijn, als ik me dat ook zelf toe zou kunnen eigenen. En de tweede vraag is ook, in hoeverre is zo'n platform ook adaptable in plaats van prescriptive. En met prescriptive bedoel ik dus dat je alleen maar kunt kiezen uit die menus. Die zeggen van, je kunt snel navigeren naar een plek die wordt aangeraden volgens jouw profiel of wat dan ook. Dus de technologie helpt jou, maar het wijst je heel erg de weg. Maar in hoeverre kun je het je ook zelf toe-eigenen? Dat je zegt van, ja, maar ik wil niet dat, ik wil iets heel anders daarmee. Kan dat ook met die platforms? En dat is denk ik toch een ontwerpopgave. Als je nadenkt over hoe gaan we big data of open data, hoe gaan we dat inzetten, kun je dat ook op zo'n manier inzetten dat het inderdaad adaptable is in plaats van alleen maar prescriptief. En hoe doe je dat dan? En om dat nog wat verder uit te diepen, dat idee, ben ik van Songdo 40 kilometer verder opgegaan. Want zo groot is die Seoul area. Er wonen ongeveer iets van 25 miljoen mensen inmiddels. En ben ik uitgekomen in de wijk Hongdae. En dat is een wijk. En die is een heel mooi voorbeeld van hoe een wijk heel erg adaptief is. Hoe eigenlijk die wijk, die complexiteit van de stad, zich heeft toe kunnen eigenen. En dat heeft op dit moment even niet zoveel direct met open data of dat soort dingen te maken, maar meer met de manier waarom ook de politiek daarmee is omgegaan. En daarom geef ik dit ook als voorbeeld, omdat open data is voor een deel, big data is voor een deel is het een technologisch probleem, maar vaak is dat zelfs misschien wel het makkelijkste deel. Het lastigste is om het juridisch goed in te kaderen of om ook burgers actief bij te betrekken. En het grappige van Hongdae is dat is een mooi voorbeeld, eigenlijk een soort metafoor van hoe je dat zou kunnen doen. Dit was Hongdae nog in 2009. Het was eigenlijk aangelegd als een rustige suburb. Iets buiten het centrum van Seoul. En zoals dat er daaruit ziet. Dus allemaal huizen op losse stukjes land. Muren eromheen, deuren enzovoorts. Maar die druk op Seoul die werd groter en groter en groter. En van een rustige suburb is het eigenlijk naar een heel druk urbaan stukje stad getransformeerd. En daar heeft Bart Reuser van Next Architects heeft daar een heel mooi onderzoek naar gedaan. Solutions noemt hij dat. En ik ga er 2 of 3 voorbeelden van laten zien. Hij beschrijft eigenlijk hoe de mensen die in die wijk woonden, die gebouwtypes die er waren,
hebben veranderd. Dus hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dus je ziet, links zie je een gebouw en daaronder waren parkeergarages. Hè, maar de druk op de omgeving werd zo groot dat de mensen zeiden van dat is eigenlijk zonde om nou een soort loze parkeergarage te hebben. We maken een soort een extra aanbouw en die schuiven we er zo in. Hè, dus dan schuif je hem erin en dan ziet het er zo uit. En als je dan kijkt, hoe ziet het er dan in het echt uit? 2009 zag het er zo uit. Hè? En in 2011 zag het er zo uit. Dus die stad past zich eigenlijk aan de nieuwe condities. Nog twee voorbeelden. Hier is zo'n oud huis in een courtyard. Er wordt iets bovenop gezet. Zo zag het eruit in 2009. En zo ziet het er nu uit. Je herkent het eigenlijk niet eens meer. Het is een soort enorm ding dat bovenop het oude huis is gezet. En die laatste, die rustige suburb. En die ziet er nu zo uit. Ook weer een enorm ding wat er bovenop is gezet. Ja, waarom vertel ik dat nou? Die stad die kon zich maar aanpassen aan wat er gebeurde. Is heel adaptief. Niemand kon dat van tevoren voorzien. Maar het grappige is dat de stad Seoul daar ook op een hele flexibele manier op reageerde. Ze hebben voortdurend de building codes, dus niet de softwarecode, maar de wetten van die stad, voortdurend echt maar aangepast aan wat daar gebeurde. Ze zagen dat inderdaad die stad heel snel aan het groeien was en dat er behoefte was om inderdaad een meer stedelijke omgeving van te maken. En in het begin mocht je bijvoorbeeld maar zoveel vierkante meter bouwen op je eigen gebied. En dan gingen mensen daar heel creatief mee om. Hè? Want een kelder die telde bijvoorbeeld niet mee voor het aantal vierkante meters als 1/3 van de hoogte van die kelder boven de grond was. Dus wat gingen mensen doen? Hele diepe kelders graven. Want die telden dan niet mee en dan had je wel extra vloeroppervlak. Maar zo ontstond een soort voortdurende strijd tussen zeg maar, de mensen zelf, die die stad zich op nieuwe manieren gingen toe-eigenden, passend bij wat er in die omgeving gebeurde, en de stad zelf, de gemeente die dat volgde en die dan ook af en toe zei van, oh ja, eigenlijk is het wel goed dat die kelders er zijn. En dan werd er een soort nieuwe regel, werd de bouwcode aangepast en werd dat vanaf dat moment ook echt gelegaliseerd. Dat ook op allerlei manieren werd gebruikt en ook op al die andere aanpassingen die werden gedaan. Dus wat ik daar interessant aan vind is eigenlijk als metafoor dat je kunt zeggen van als je naar Songdo kijkt, dat gaat eigenlijk vooral over city management. Het gaat over het efficiënt beheren van de stad. En als je naar Hongdae kijkt, dan gaat het eigenlijk vooral over city making. Hoe maken burgers zelf die stad van onderaf en hoe kunnen wij daar als gemeente op inspelen? In dit geval met legal code, met wetten. Maar misschien kan dat ook wel met software. Hè? Of hoe kun je inderdaad ook je open data platform zo aanbieden. Hè? Niet een soort menu of een vaststaand menu met een aantal opties waar mensen uit kunnen kiezen. Maar als een platform wat mensen zichzelf toe kunnen eigenen. En inderdaad, die legal code die speelt dan hier een belangrijke rol. Maar je zou kunnen zeggen de software code. Zou dat in de toekomst ook kunnen doen. Hè? Die zou ook kunnen helpen om die steden op een bepaalde manieren meer adaptief te maken aan wat mensen zelf willen doen. Het laatste voorbeeld, nog even kort, Seoul City Hall. Daar hebben ze ook een heel interessant visie op open data, die eigenlijk die beide perspectieven een beetje combineert. Ik sprak daar met de CIO, de Central Information Officer van de city. En die was ooit hoofd van een soort nationaal programma voor smart cities, ubiquitous cities heette dat. En die zei van ja, dat programma dat is eigenlijk nog niet helemaal geworden wat we ervan wilden, omdat het veel te veel technology driven was. We dachten van als we maar al die data verzamelen, dan kunnen we vanzelf de steden wel beter en efficiënter maken en nieuwe diensten ontwikkelen. Maar dat werkte eigenlijk niet zo goed, want heel veel van die data was incompleet, of ze wisten niet precies wat ze ermee konden, hoe betrouwbaar is het, hoe laat je het allemaal op elkaar aansluiten. Dus hij zei, ja, we hebben nu eigenlijk een soort gecombineerde aanpak. En dat sluit een beetje aan bij wat een van de sprekers eerder zei, van open data is niet alleen data naar buiten brengen, maar ook data naar binnen halen. Ze hebben een soort enorm controlecentrum neergezet in Seoul, waarin ze sociale media monitoren. Dus wat mensen over de stad zeggen, maar waar ook allerlei officiële gegevens binnenkomen van allerlei sensornetwerken die ze hebben. En hij gaf bijvoorbeeld een voorbeeld, we hebben heel vaak overstromingen hebben we in de stad, in het seizoen, als er heel veel tyfoons daar zijn. En we hebben natuurlijk wel sensors zo hier en daar in de stad, maar die geven nooit een compleet beeld van hoe het er nou voor staat.
Dus wat we nou doen is dat we die officiële kaart, die vullen we aan met wat mensen tweeten of op Facebook zeggen over overstroming in hun buurt. Hè. Dus we hebben een soort systeem aan de achterkant gebouwd dat al dat soort data kan harvesten. Die mensen zeg maar bijdragen, omdat ze erover tweeten, omdat ze het op Facebook zeggen. Of omdat ze het zelfs, er zijn ook speciale kaarten waar je dat ook weer aan kan geven als je dat wil. Dus die data wordt helemaal samengevoegd, de user data en de officiële data, om zeg maar te kijken van wat gebeurt nou in de stad en als er een overstroming is, hè, dan kunnen ze daar sneller op inspelen en ook heel specifieker. Een ander voorbeeld dat hij zei van ja, we verzamelen niet alleen die data, maar we proberen vervolgens ook hè, allerlei communities in de stad die begaan zijn met bepaalde issues te engageren om daar ook weer iets mee te doen. Hij gaf een ander voorbeeld, hij zei van op een gegeven moment bleek dat we ergens in de stad asfalt hadden gebruikt waar een te hoge straling in zat, maar we konden niet meer achterhalen waar dat nou precies was. We hadden natuurlijk wel wat datasets, maar we wisten niet meer precies waar. Dus wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we zeg maar, lokale milieugroeperingen geëngageerd en gevraagd van hey, willen jullie ons dan helpen? Willen jullie ons dan helpen ook weer met het opsporen van die data? Want onze eigen datasets zijn niet compleet. Kunnen jullie ons helpen om dat bij elkaar te vegen, zodat we een beeld hebben van wat er aan de hand is en hoe we daarop kunnen reageren? Dus dat vond ik eigenlijk interessant aan dit verhaal. He, ze gebruiken zowel sensordata als die data van burgers. Burgers worden ook als burgers erbij betrokken, niet alleen als consumenten. Het is een open platform, want alle data die ze verzamelen, zowel van sensors als van burgers, wordt ook weer openbaar gemaakt, zodat mensen er weer zelf ook allerlei apps op kunnen bouwen. En de computercode wordt gebruikt om eigenlijk publieke waarde te creëren. En dat is dus eigenlijk een soort heel iets anders dan dat idee van die smart city. Die smart city gaat vaak heel erg over hoe kunnen we de stad efficiënter en beter organiseren. En dat is op zich is dat denk ik een hele goede ontwikkeling. Maar daartegenover staat dat dat niet de enige ontwikkeling is. En tegenover de smart city zou je kunnen zeggen staat de social city. En die vraagt zich veel meer af van kunnen we die data dan niet ook veel meer gebruiken om, en dit is een slagzin die wij zelf veel gebruiken, onder andere bij een conferentie die we vorig jaar over dit onderwerp organiseerden. Kunnen we publieken, mensen, stedelingen, burgers engageren en empoweren, mogelijkheden geven om te handelen rondom die gemeenschappelijke issues. Dus eigenlijk als een soort alternatieve design approach voor die smart city. Niet zozeer als alternatief van in plaats van, maar ik denk heel goed naast elkaar tegelijkertijd. Nou, dat is het verhaal met wat ik met jullie wilde delen. Ik denk dat het ook wel redelijk aansluit op de volgende presentaties. Ik moet zelf helaas weg. Ik moet vanmiddag weer ergens anders zijn. Zodat u niet denkt, waar gaat u naar naartoe? Vind ik heel jammer. Maar mocht u nog vragen hebben, blijft nu natuurlijk wel heel even. Maar wilt u een discussie aangaan, dan kunt u mij hier vinden. Dank u wel voor de aandacht. Nou ja, ik neem aan dat er nu nog wel even tijd is voor vragen. Ja, zeker. Zijn er vragen voor Martijn? Er zijn overigens microfoons op de meeste plekken waar jullie zitten. Heeft iemand een vraag? Ja, daar. U kunt de microfoon gebruiken die voor u zit. Op de rode knop en dan kunt u als het goed is spreken. Het rode knopje. Ja, hij werkt. Ja. Het is niet een echte open data vraag, maar wat ik bij het horen van deze presentatie me dan afvraag. Ja, hoe succesvol is dan zo'n stad? En willen mensen daar wonen? En vaak zie je dat vertaald in vierkante meterprijzen of transacties. Hoe willen mensen en kan je meten wat het succes is dat die stad smart is? Ja, dat is een hele goede vraag. En die is ook heel lastig te beantwoorden, omdat die technologie er eigenlijk nauwelijks nog is. Ze bestaat eigenlijk nog vooral in science fiction scenario's. Hoe gaat het met die stad, met de ontwikkeling daarvan? Dat is een gigantisch investeringsproject. $35 miljard is ermee gemoeid. Ze hopen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar weet je, Korea wilde mee gaan doen in die hele ontwikkeling van Azië, waar een aantal global cities aan het ontstaan waren. Shanghai, Hongkong, Tokio. Dus zij hadden het idee van, dit Songdo, dat moet ons antwoord daarop worden. Dus ze hebben die stad ook expres naast het vliegveld gebouwd. In alle promotiefilmpjes wordt er ook heel erg op gehamerd van dat het een aerotropolis is, zo noemen ze dat. Dus een stad die naast het vliegveld ligt. En binnen 3 uur vliegen heb je 1/3 van de wereldbevolking. Namelijk heel China, een deel van Rusland en Japan. Dus het wordt heel erg gemarket naar zeg maar, de managers van de internationale global business elite.
Dat is nog niet zo gelukt. Wat er staat, wat er gebouwd is, is een derde, is wel voor het grootste gedeelte wel verkocht, maar eigenlijk vooral aan Koreanen zelf. En die zien het toch wel als een soort investering in de toekomst. Maar of die smart city technologies succesvol zullen gaan, ik weet het niet. Ik heb er eerlijk gezegd een beetje een hard hoofd in, juist omdat het zo aanbod gedreven is. Het is heel erg om een beetje oneerbiedig te zeggen, er worden 5 ingenieurs in een kamer gezet en die gaan bedenken hoe de stad van de toekomst eruit ziet. En dus is eigenlijk veel te weinig input. Volgens mij zijn ze dat wel aan het veranderen in het proces en doen ze inmiddels ook wel wat meer etnografisch research. Misschien is dat ook wel de reden waarom het zo lang duurt. Maar ja, het voorbeeld van Hongdae geeft voor mij veel meer aan van wat de stad is. Dat is iets wat leeft van onderop. Dat is iets wat voortdurend verandert, zich aanpast aan de omstandigheden. En dat Songdo heeft dat vooralsnog veel minder in zich. Maar goed, het is ook een hele nieuwe stad, dus ja, we moeten zien hoe het zich ontwikkelt. Ja? Ja. De schaal van Seoul. De schaal, gewoon de provincie Utrecht? Of? Ja, ik weet niet zo goed hoe groot de provincie Utrecht precies is, maar van Songdo naar Seoul City Hall is ongeveer 50, 60 kilometer. Dus dat is helemaal dus een cirkel met een straal, de straal is dan 50, 60 kilometer, zoiets. Okay. Maar een groot gedeelte, het is ook heel bergachtig, dus niet alles is bewoond. Het is heel dicht bebouwd. En ongeveer de helft van de bevolking van het land woont nu in de stad. En het is heel snel gegroeid ook. Het was een paar miljoen en het is nu 24, 25 miljoen in 30, 40 jaar. Oké, zijn er nog meer vragen? Bart. Hallo, ik ben Bart Rousseau van de stad Gent. Heel interessant. Ik merk ook wat u schetst. Enerzijds de meer industriële business benadering en dan de meer bottom-up benadering. Maar werkt die bottom-up benadering als de stad Seoul de mensen uitnodigt om data aan te leveren, doen ze dat dan effectief? En ook, ik weet niet of dat u daar een antwoord kan op geven, bij ons is ook een vraag, maar hoe is dat in bepaalde gestandardiseerde formaten? Want ik kan mij voorstellen dat ik een buurtcomité er niet van kan overtuigen. Je moet met die semantische mapping en een CSV gaan aanbieden. Hoe doen ze dat? Ja, goede vraag. Ik heb niet een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Ik heb een interview gehouden met de man die dit organiseert. Dus die heeft een heel positief verhaal gehouden. Dus in hoeverre dat waar is, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar een van de dingen die hij wel zei, is een van de dingen die ze bewust doen, is dat ze zeggen van, bijvoorbeeld voor het aanbieden van die overstromingsdata, maken ze gebruik van platforms die er al zijn. Dus die mensen sowieso al gebruiken. Zeggen, we gaan niet onze eigen platforms bouwen waar mensen dat soort dingen in moeten vullen, maar we gebruiken de populaire platforms. Daarom hebben ze ook een heel actief social media team, die voortdurend Twitter en Facebook en ook de lokale sociale media monitort. En die overstromingskaarten, daarvoor maken ze gebruik van Daum. En Daum is zeg maar de lokale Google die ook een soort speciale mapping app heeft. En je kunt dus op die mapping app die iedereen toch al gebruikt, die kun je gebruiken om dat soort gegevens te verzamelen. Nog meer vragen? Ik heb nog wel een vraag. Er was de issue van privacy komt telkens voorbij. Maar hoe kun je die angst nou, hoe moet je daar als stad mee omgaan met die angst? Die angst is er. Mensen, als ik dat filmpje zie van Cisco met al die kind in de gaten houden en dat soort dingen, dan denk ik net als heel veel mensen hier denken van wow, willen we dat wel? Maar hoe moet je daarmee omgaan? Nee, voor mij zijn er twee antwoorden op die vraag. Dus aan de ene kant denk ik, en dat is meer een soort aan de designkant, dat privacy moet altijd een beslissing zijn van de gebruiker. Dus er moeten altijd switches zijn waarin de gebruiker kan bepalen van ja of nee, mijn data mag gebruikt worden in collectieven of wat dan ook. Aan de andere kant denk ik dat het ook heel belangrijk is om juist te laten zien hoe belangrijk ook juist die collectieve data zijn, zonder dat ze te herleiden zijn tot individuele patronen. En dat was ook in voorbeelden die eerder vandaag werden gegeven. Juist door al die data bij elkaar te leggen op zo'n kaart, zoals Mark van der Net deed, of dat medische voorbeeld wat eerder werd gegeven. Juist door het verzamelen van dat soort data kunnen we inzicht krijgen in belangrijke issues, belangrijke ontwikkelingen enzovoorts. En ik denk dat het vertellen van dat verhaal we zijn niet zozeer geïnteresseerd in uw persoonlijke gegevens, maar we zijn geïnteresseerd in die grotere patronen. En die grotere patronen helpen ons ook om de stad voor iedereen beter te maken of dingen te faciliteren of wat dan ook. Dat zouden voor mij de twee punten zijn. Oké,
Zijn er nog meer? Ja. Nou even een wat meer relevante vraag misschien. Maar, want ik vraag me inderdaad af, wat heel belangrijk is denk ik ook, de educatie. Hè? Hoe maken we mensen data-wise? Worden mensen er goed over geïnformeerd in de manier waarop hun data gebruikt worden? Ik bedoel, je liet net zo'n promofilmpje zien. Wie ziet dat allemaal dan daar? Wordt er veel aan gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Zeeuw is natuurlijk in die zin een wat andere cultuur. Het is een economie die zich razendsnel heeft ontwikkeld. Het was in 1950, zeg maar na de Koreaanse oorlog, een van de 10 armste landen ter wereld. En het is nu een van de 12 rijkste. In die hele cultuur, het is sowieso een veel meer collectieve cultuur, dus mensen zijn ook wel iets minder aan individuele privacy gehecht. Maar er zit ook sowieso een soort hele eagerness, een soort heel enthousiasme voor alles wat nieuw en modern is. Dus ze lopen daar ook alle nieuwste modellen, telefoons of nieuwste vormen van dat soort dingen gebruiken, worden eigenlijk heel snel echt omarmd door iedereen. Omdat het ook een symbool is van de vooruitgang, van het modern zijn. En die hele discussie die speelt daar volgens mij wat minder. Maar hoe zouden we dat hier dan moeten doen? Omdat hier die wat minder die technologische, die hangende technologie is. Nou ja, wat ik net zei, hè. Laten zien wat de toegevoegde waarde is van dat soort projecten. Hè, voorbeelden geven. Ik ben eerlijk gezegd niet een communicatie-expert, maar ik denk dat ook binnen gemeentes mensen daar wel misschien wel ideeën over hebben. Hè, van hoe kun je daar laten zien hoe interessant het allemaal is, hè, en wat voor waarde het toevoegt. Nou ja, wat ze wel doen, maar dat gaat dan niet zozeer over het privacy-vraagstuk. Is dat ze ook, ze hebben die controller room van de sociale media, en als daar problemen worden gesignaleerd en er wordt iemand op uitgestuurd om het te fixen, dan heeft die persoon ook een mobiele telefoon mee en die maakt ook een foto van kijk, ik heb het gefixt. En dat wordt ook weer teruggekoppeld aan de gebruikers die dat probleem hebben geagendeerd. Dus ze zijn heel erg, ze hebben een soort hele organisatie erop ingesteld van verzamelen van data, van allerlei verschillende bronnen, handelen, terugkoppelen. En dat is natuurlijk een hele complexe manier van je eigen dienst te organiseren. En dat sociale media department is ook niet zo heel groot. Er werken geloof ik iets van 10 mensen. Maar wat die vooral doen is al die vragen verzamelen en ervoor zorgen dat ze op het juiste bureau in de hiërarchie of in het ambtelijke apparaat terechtkomen. En dat er inderdaad die follow-up gebeurt en dat er ook die follow-up weer wordt teruggecommuniceerd naar de mensen. Oké. Er is nog ruimte voor vragen, dus als iemand... doe maar. Ik zie dat je Seoul heb je nu belicht. Heb je het ook in andere... Ik bedoel, het gebeurt wel in meer steden, denk ik. Heb je andere steden ook, of ga je andere steden onderzoeken? Ik vroeg me even jouw drijfveer af. Kijk, het boek gaat eigenlijk over wat doen deze media met de stad. En Seoul is één van de cases, maar ik heb ook inderdaad heel veel naar allerlei andere steden gekeken, naar... Ook in Nederland. En wat ik eigenlijk in het boek doe, is ik verken een aantal, ik noem ze testcases. Dus stel dat deze gebruik van digitale media, stel dat dat algemeen, dat dat veel algemener zou worden dan nu in dit hele individuele voorbeeld. Wat zou dat dan kunnen betekenen voor de stad? En ik schets dat aan eigenlijk een beetje de scenario's waar we het ook al vanochtend over hadden. Dus dat aan de ene kant, wat die media toch vooral doen met de stad is... Die stad voor jou als individu makkelijker maken. De telefoon wordt eigenlijk een soort softwarelaag waarop je precies uit de stad die dingen kunt selecteren die voor jou relevant zijn. Dus inderdaad ook het gevaar van sluit je dan op in je bubbel of in je kokon en kom je nog wel eens mensen tegen die dan misschien anders zijn dan jij of niet. En daartegenover stel ik eigenlijk een aantal voorbeelden die op verschillende manieren juist nieuwe vormen van overlap tussen allerlei stedelingen creëren, variërend van eigenlijk hele oppervlakkige contacten, dus dat je elkaar even waarneemt, tot het benoemen van collectieve issues, die dingen die voor iedereen belangrijk zijn, zoals een beetje het voorbeeld van Mark van der Net, tot in het meest extreme geval dat je ook weer allerlei aspecten in de stad weer in een collectief beheer gaat nemen, dat je op nieuwe manieren een commons in gaat richten en hoe die digitale media daarin in meespelen. En de cases die ik beschrijf, het zijn eigenlijk nog niet volgroeide cases, omdat het ook een proces is waar we op dit moment middenin zitten. We weten nog niet zo goed welke kant het op. Gaan we inderdaad meer individualiseren of krijgen we inderdaad een soort nieuwe opkomst van de commons? Bijvoorbeeld, je ziet overal nu burgers die zelf energiebedrijfjes op gaan richten of andere voorbeelden. En wat ik met het boek wil doen is eigenlijk een aantal van dat soort scenario's schetsen.
Van zo kun je erover nadenken en zo kun je ook als ontwerper of als beleidsmaker zijn het een beetje kunnen sturen. Van moeten we misschien kijken of we het wat meer die kant op kunnen sturen? Kunnen we het wat meer een social city maken en misschien wat minder een smart city? Of hoe kunnen we die twee perspectieven met elkaar combineren? Dus ik heb niet, het probleem is, je kunt het in die zin nog niet zo heel goed onderzoeken, omdat het voor een deel zijn het scenario's van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Dus ik heb niet een antwoord op uw vraag, en die bij heel veel mensen wel zou leven, van ja, hoe gaat die stad van de toekomst eruit zien? Ik kan alleen een aantal scenario's schetsen van het zou veel meer die kant op kunnen en het zou veel meer die kant op kunnen. Wat vindt u het meest wenselijke scenario? En als u dat het meest wenselijke scenario zijn, dan zijn dit een aantal voorbeelden die wijzen van wat de ontwikkelingen zijn. Ik zag hier nog één vraag, dat is de laatste vraag van deze. Een van de zaken die mij intrigeert ook in die ontwikkelingen, dus van welke impact hebben die ontwikkelingen op de rol van de overheid, maar ook welke nieuwe skills moet je dan als ambtenaar en als organisatie gaan hebben om dit in goede banen te kunnen leiden, als het al kan geleid worden. Hè? Maar ja. Welke nieuwe skills zijn er nodig? Want hier gaat het niet meer om paperpushing. Hè? Nee, het gaat heel erg om, en dat vond ik dan wel interessant aan het voorbeeld van Seoul, dat je op een bepaalde manier responsief kunt zijn. Hè, dus dat inderdaad als communities dingen agenderen, dat je dan kunt denken van, hey, kunnen we daarop inspelen, kunnen we dat faciliteren? Maar ook andersom, dat je misschien als je zelf denkt van, dit zijn belangrijke issues, hè, wat zijn de communities of groepen die we daar naar binnen kunnen halen, die we kunnen betrekken? Hè, en hoe kunnen we daarop aansluiten? Dat zijn denk ik, nee goed, dus we kunnen daar natuurlijk een hele middag over doorpraten, maar heel kort even. Oké, nog een applausje voor Martijn en dankjewel. Dan gaan we nu langzaam door naar onze volgende spreker. Oh, er kan nog geswitcht worden voor mensen die dat willen. Maar dan moet het wel snel gebeuren. Oké, er komen nog twee mensen binnen. Laten we even vlug. Het is toch maar gewoon een stukje. Ja. Dan staan we hier ook. Ja. Nou, de laatste mensen die binnenkomen en dan gaan we beginnen. Op het programma staat Matthijs Bouw van One Architecture. Hij kan er helaas niet bij zijn. Wegens ziekte volgens mij, maar hij heeft een goede vervanger gestuurd. Dat is Vrouwkje van de Klundert. En zij gaat een beetje door op de wat praktische kant van het verhaal van Martijn de Waal. Dus het is aan jou. Ja, welkom. ik ben Vrouwkje van de Klundert. Ik werk als architect bij One Architecture. Matthijs is inderdaad ziek. Ik vind het erg jammer dat hij er niet kan zijn. Maar hij heeft mij gestuurd omdat ik samen met hem aan de Hekpol Wereldstad heb gewerkt.
Dat is een project dat we hebben gedaan in opdracht van de vereniging Delta Metropool. En dat hebben we eigenlijk gedaan met de Mobile City als partner. De Mobile City is een samenwerkingsverband van Michiel de Lange en Martijn de Waal, die hier dus zo net was. En ik ben ook heel blij met Martijn's presentatie, want er zitten een aantal theoretische dingen in die in dit verhaal weer verder uitgewerkt worden. Wij hebben het idee dat hij een soort basis schept waar dit misschien een potentiële uitwerking van zou kunnen zijn. Of in ieder geval een soort beeld geeft van wat werken met digitale media in de stad betekent. Moet ik natuurlijk hier doen. Twee apparaten. Ik ga eerst even de essentie van het plan aan jullie uitleggen. Daarna heb ik wat voorbeelden die hopelijk de theorie allemaal een beetje wat duidelijker maken en ook inspiratie bieden. Want we willen graag op het einde, met jullie brainstormen over dit onderwerp. En of we nog samen tot andere vormen of toepassingen kunnen komen. Wij merken als stedenbouwers en planners dat eigenlijk de traditionele vorm van stedenbouw met zijn top-down benaderingen en de grootschalige gebiedsontwikkeling, dat wel een beetje ten einde is. Dat komt natuurlijk door de financiële crisis, maar ook door noties als dat we in een peak mobility zitten. Maar vooral misschien ook nog wel door de digitalisering van de samenleving. Voor ons... het plaatje is wel heel onzichtbaar. Excuus. Het is denk ik wel duidelijk door wat ik vertel. Voor ons zit eigenlijk de toekomst veel meer in het beter gebruiken van het bestaande. En echt het bestaande optimaliseren. Dus niet meer zozeer als stedenbouwer nieuwe huizen willen bouwen, nieuwe wijken en nog meer en groter en uitbreiden. Maar heel erg eigenlijk in van wat hebben we nou en hoe kunnen we daar beter mee omgaan. Wij denken namelijk dat steden veel flexibeler moeten kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden. En dat digitale media echt een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van instrumenten waarmee we dat mogelijk kunnen maken. Een belangrijk aspect erbij is, en dat noemde Martijn ook al een beetje, is het in de gaten houden van de comments. Want het werken met digitale media is voor ons bij uitstek een publiek project. En daar zit ook die scheiding van die smart city en die social city, die Martijn dus al heel goed heeft uitgelegd. Wij denken dat het echt belangrijk is om juist als ontwerpers na te denken over hoe je die twee steden bij elkaar kan brengen. Zodat je niet in die smart city, in die utilitaire visie blijft hangen, maar ook niet in die soort versnipperde bottom-up initiatieven die wel heel leuk zijn, maar een professionaliseringsslag wel kunnen gebruiken. En het werken met digitale technologie in de stedenbouw krijgt volgens ons een bestaan recht door de verdienmodellen die ze mogelijk maakt. Ik zal ze even opnoemen, ze zijn volgens mij niet zo goed leesbaar op het scherm. Dat is het vergroten van de transparantie, het verdwijnen van middelmen, omdat burgers en bedrijven dus veel directer invloed kunnen uitoefenen op de gebouwde omgeving. Het minder maken van fouten, want je kan snel leren van processen die misgaan. Het ten volle benutten van capaciteit, dat komt later ook nog aan de orde, en het toegankelijker maken van de markt. Maar daarnaast is het ook interessant om lering te trekken uit verdienmodellen die nu in de online wereld gangbaar zijn. Met het iStore-marktmodel, crowdfunding, maar misschien ook werken met kleinere stappen, zodat je eerst alpha- en beta-versies ontwikkelt, die je test en daar weer van leert. Als je daarover nadenkt, betekent dat eigenlijk ook dat je dat er echt een soort cultuuromslag moet plaatsvinden in Nederland, denk ik vooral. We zijn een soort overgedesigned land, waar we eigenlijk van tevoren plannen maken en alles meteen in één keer goed willen doen. Natuurlijk is dat niet altijd per se zo, maar ik denk wel dat op deze manier werken moeten we ook genoegen nemen met minder, of in ieder geval met tijdelijk minder, en dingen de kans geven om te laten groeien. Omdat we gewoon niet meer in een economische situatie zitten waar we in één keer al het geld bij elkaar krijgen om de projecten in één keer goed uit te voeren. Daardoor merken we dus dat digitale technologie echt die continuïteit van schalen, van ruimte, van territoria en besturingssystemen, dat die worden doorbroken. En dat zijn juist elementen waar ruimtelijke planners en ontwerpers nu
mee werken. Het is dus naast dat verticale denken waarbij je echt top-down naar de stad kijkt, is het ook steeds meer horizontaal werken en ook samenwerken met partijen die nu niet noodzakelijk bij stedenbouw betrokken zijn. Processen in de stedenbouw zullen dus echt anders georganiseerd moeten gaan worden. En wij denken dat juist een stad als Eindhoven daar eigenlijk een hele interessante locatie voor is, omdat je hier echt die combinatie van technologie hebt, van maakindustrie, maar ook van design. En als het project heette ook Eindhoven Hackable Wereldstad, omdat we dus echt op Eindhoven het onderzoek zijn gaan doen. Wij denken dat als je Eindhoven hackable maakt, zij echt haar eigen proeflocatie voor innovatie kan zijn. En dat maakt het ook een heel interessant vestigingsklimaat voor zowel creatieve mensen als gewoon technologische werkers. Burgers krijgen dus direct invloed op de stad, dus je leent hem als een soort van uit aan mensen die goede ideeën hebben. Volgens mij is dit een keynote PowerPoint probleem waar ik wel eens van heb gehoord. Vergeet ben te controleren. Maar goed, wat wij zeggen is eigenlijk van ja, je zou op zich collectief moeten investeren in een grid. Wat bestaat uit open data. Dus eigenlijk is die tool inmiddels door de Cloud Collective voor ons ontworpen. Dat is wat je nodig hebt, maar dat is dus inderdaad iets waar de informatie door bedrijven en door individuen uitgehaald moet worden om daar zelf mee aan de slag te gaan. En in de vertaling van dat soort data, want op zich is het nu wel een handige tool en is het wel inzichtelijk, maar het vertalen daarvan of welke zoekmethode je gebruikt om dingen aan elkaar te koppelen, dat is denk ik ook wel iets waar ontwerpers een belangrijke rol in spelen. Nou ja, voor zover dus de theorie. En ik heb al voorbeelden beloofd, dus dat maakt het hopelijk iets duidelijker. We hebben een tiental strategieën ontwikkeld voor ja, wat dit dus zou kunnen betekenen in de stad. Er zijn op dit moment al heel veel apps aanwezig waarin je auto's kan delen, die helpen met slimmer parkeren. En dat is allemaal op zich heel leuk, maar als je dat eigenlijk zou kunnen vergroten en daar veel slimmer mee om kan gaan, betekent dat ook dat er gewoon echt minder auto's in de stad komen en dus ook veel minder parkeerplaatsen nodig zijn. Op dit moment zijn er al 7 parkeerplaatsen per auto in Nederland, dus er is al een soort van overschot. En dat kan dus echt met digitale media inzichtelijk worden gemaakt en verkleind. En dan hou je dus ruimte over. En met die ruimte kan je dan weer iets. Dus dan kan je dan speelplekken maken of groen of juist verdichten omdat dat nodig is. Maar minder auto's betekent dus ook minder wegen en meer walkable neighborhoods, wat uiteindelijk gewoon prettigere woonomgevingen zijn. Ook al eerder genoemd natuurlijk is dat mensen data kunnen verzamelen. Nike City Run is een project waarbij je met polsbandjes goede looproutes in de stad kan ontdekken. Dat is eigenlijk heel interessant voor gemeentes, want als zij weten waar mensen al hardlopen, hoeven ze niet zozeer te investeren in die route, maar kunnen ze misschien investeren in de verbinding tussen twee routes, zodat mensen niet 4 keer hetzelfde rondje hoeven te rennen, maar dat ze gewoon langere routes en halve marathons in de stad kunnen maken zonder dubbele omgevingen tegen te komen. Dat maakt dus uiteindelijk je investering veel kleiner, omdat je alleen dat ene kleine stukje hoeft te investeren. Mensen kunnen ook worden uitgedaagd door het opschalen van initiatieven. Er wordt nu veel gestimuleerd op het verbeteren van je woning. En dat is op zich natuurlijk een goede trend, maar het is misschien niet zo interessant omdat het heel gefragmenteerd is. Je kunt misschien mensen ook uitdagen om gezamenlijk te investeren in het slechtste gedeelte van de wijk, zodat uiteindelijk het totale rendement beter wordt. Of je kan in plaats van dat iedereen zijn eigen zonnepaneeltje op zijn eigen dak zet, in één keer alle zonnepanelen verzamelen op een plek waar die gewoon het best werkt, dus het meest optimaal kan functioneren. Tijdelijk gebruik is natuurlijk een vrij logische. Als je met sensoren data kan verzamelen, zie je ook gewoon ongebruikte plekken of tijdelijk ongebruikte plekken die voor pop-up evenementen gebruikt kunnen worden. En dan hoef je dus geen marktplein meer te hebben of geen evenemententerrein meer te hebben. Al die ruimte heb je niet meer nodig, want die kan je gewoon op lege straten en lege parkeerplaatsen kwijt. Als we investeringen in de stad, of zeg maar het investeringsmoment koppelen aan de kosten,
kan je eigenlijk bekijken dat als die dingen uit de pas beginnen te lopen, dat je misschien bepaalde gebieden moet afstoten of dat je daar anders moet investeren of pilots met eigen beheer moet doen. Het kaartje eronder vind ik heel interessant. En dat is ook iets wat misschien bij de Cloud Collective nog een interessante combinatie is, dat je op de Open Source City kan doen, een onderzoek naar de relatie tussen bomen, misdaad en auto's. En het geel-rode gebied is dus heel veel misdaad, heel veel auto's. En linksonder, hoe meer bomen, hoe minder misdaad. Dus dat is wel interessant. Ja. Games is, ja, wordt natuurlijk veel al gebruikt voor een educatieve functie. Maar kan ook echt gebruikt worden om mensen te betrekken bij het, bij het maken van nieuwe ideeën. Of dat ze de complexiteit van opgaves beginnen te begrijpen. En ook de vraagstukken waar politici tegenaan lopen. Nou ja, dit is op zich samen op kleine schaal zijn dus gewoon de bottom-up initiatieven in de wijken. Dat is natuurlijk iets wat al veel gebeurt, maar moet toch nog even genoemd worden ook in deze context. Via apps kun je mensen verzamelen, kun je zorgen dat ze zich organiseren en zelf problemen aan gaan pakken. Die juist echt in hun belevingswereld heel belangrijk kunnen zijn. Nou, dat is jammer dat die foto nou niet er is, want dat is een visualisatie van het Fensterrein hier in Eindhoven. Waar we eigenlijk een soort looproute tussen de stad en de bergen maken. Want wat we zeggen is van ja, je hebt in de softwareontwikkeling een term dat heet minimum viable product, waarin je dus eerst prototypes test voordat je uiteindelijk het echte product maakt. En dat zou in de stedenbouw dus ook een hele interessante ontwikkeling zijn. Omdat nu is het zo dat je doet eerst een heel plan, een heel proces optuigen. En dat wordt dan in één keer op de stad uitgerold. En als het dan niet blijkt te werken, is het zonde van alle investering. Dat is de foto eronder. Ze hebben op Broadway met gewoon simpel wat planten bakken en stukjes straat afzetten. Hebben ze heel langzaam gekeken wat eigenlijk de beste manier is om stukken van Broadway dus autovrij te maken. En dat is gewoon echt een leerproces. En dat is, nou ja, daar gaat wat tijd overheen, maar dan heb je wel iets wat zeker weten werkt. Systemen verbinden, dat gaat een beetje over de notie van nabijheid. Dat via digitale media dingen niet fysiek dichtbij hoeven zijn, maar heel direct oproepbaar zijn. En dat je dus ook typische landschappelijke activiteiten in de stad krijgt. En andersom, dat is eigenlijk die grens tussen landschap en stad onduidelijker wordt. En dat is ook iets wat in de zorg heel erg naar voren komt. Dat kosten gewoon gedrukt kunnen worden doordat huisbezoeken niet meer per se fysiek hoeven zijn. Maar dat je ook via de computer contact met je patiënten kan houden. Maar apps kunnen ook ingezet worden om mensen uit de buurt te laten zien dat het niet goed gaat met bepaalde personen. En zij misschien mantelzorg kunnen gaan verlenen. Als je dus al die initiatieven op de kaart van Eindhoven loslaat, dan zie je eigenlijk dat het investeren in digitale media en en open data, dat het gewoon een heel breed scala aan activiteiten en ander gebruik, maar eigenlijk vooral ook een veel leukere stad oplevert. En daarom zijn wij heel erg voor. Ik heb even alle initiatieven nog een keer bij elkaar gezet, want ik wil dus specifiek hier ook over doorpraten met jullie. Waar we kunnen bekijken of we misschien samen nog meer strategieën kunnen bedenken. Of er plekken zijn waar ze al direct toepasbaar zijn en welke technieken daar voor aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. Welke strategie we kunnen verbeteren. Wat interessant is, vind ik ook, is wat moet absoluut hackable worden. Als je dus die open source city van de Cloud Collective hebt van welke informatie moet je eigenlijk als burger ook kunnen gaan gebruiken direct. En wat belangrijk is voor ons is wie staat er op ons verder te helpen. Want wij zijn ontwerpers, de Mobile City zijn de denkers, maar we missen eigenlijk nog heel erg de technische kant. Dus ik hoop dat er iemand in de zaal is die daar wellicht zich toe geroepen voelt. Dus in ieder geval bedankt en hopelijk kunnen we even verder praten.
Zullen we eerst kijken of dat er nog vragen zijn over. Ja, dat is ook goed. Heeft er iemand een vraag? Ik vroeg me af, je vertelde over dat dingen de tijd moeten krijgen om te groeien. Kan dat eigenlijk nog wel in deze tijd waar alles snel op afgerekend moet worden en vooral politiek ook? Ik denk dat het is gewoon echt een cultuuromslag. Ook in die zin inderdaad. We vinden het allemaal heel fijn als alles in één keer voor ons geregeld wordt, maar we weten eigenlijk tegelijkertijd ook dat de context waarin we leven gewoon niet meer zo is. En ik hoor gewoon veel in de architectuur en in de stedenbouw mensen praten over van nou dingen moeten in kleine stappen en je moet kunnen leren. Maar dat is ook echt, heeft ook echt zijn weerslag op onze ruimtelijke omgeving. Het is gewoon niet in één keer heel mooi of heel af. Het is waarschijnlijk een beetje houtje touwtje en dan steeds een beetje beter. Dat zijn we volgens mij in Nederland nog niet zo gewend. Ja, dat is dus ook op het gebied van communicatie nog heel veel te doen, om dat ook duidelijk te maken dat dingen ook. En dat mensen ook echt zelf mogen bouwen. Het lijkt mij gewoon heel interessant als mensen een goed idee hebben, dat de stad kan zeggen, nou is goed, hier, dit stukje krijg je van ons en doe je ding. In plaats van dat er steeds verwacht wordt dat de overheid alles regelt en ook dat eigenlijk dus heel erg bij zich houdt. De stad zit nu eigenlijk nog een soort van op slot. Je mag nergens aankomen. En het zou veel interessanter zijn als je dus overal aan mag komen. En zie je daar in Eindhoven al veranderingen in? Ze zijn wel bezig in Strijp S natuurlijk. En daar hebben we ook al wel een beetje gesprekken over gevoerd. Het ministerie van INM is ook heel erg geïnteresseerd. Dus op grote schaalniveau zijn ze ook wel bezig. Maar het moet nog een beetje landen. Okay, vandaar dat we ook hier zijn. Ja, precies. Ja. Zijn er nog andere vragen? U kunt de microfoon voor u gebruiken. Ik ben Rob Bots. Ik vertegenwoordig ook de digitale stedenagenda. Het voorbeeld wat je noemde over parkeren, dat spreekt me erg aan. Ik denk dat daar heel veel kansen liggen. Je zei dat er heel veel apps zijn. Op zich valt het wel mee, denk ik. Want wat mij bekend is Amsterdam en Maastricht. Maar mijn vraag is waarom zoiets al niet door de markt ontwikkeld is. Want als er ergens behoefte is bij burgers, is het gewoon over parkeerinformatie. En het heeft mobiliteitsvoorbeelden, het heeft gemak, het heeft heel veel. En volgens mij ligt het probleem veel meer in schaalbaarheid. En ik weet niet of mensen in de zaal zijn ook die hier een goed idee over hebben hoe je dit kunt opschalen. Want sommige steden zijn er individueel mee bezig. Maar zoiets is niet. Ik denk dat het succes van zoiets in de schaalbaarheid zit. En dat was het mooie van het voorbeeld van OS City. Omdat die met landelijke databases werkt, maar bij parkeren zijn die er niet. Nee, maar dat is inderdaad ook precies wat dat voorbeeld is. Dat is eigenlijk nu iets wat je dus in een bottom-up wereld misschien op kleine schaal ziet. Ik maak er zelf ook wel gebruik van sommige apps om gewoon auto's van buren dus te lenen. In plaats van dat je ze gaat huren bij bedrijven. Maar dat is dus echt iets wat gewoon een professionaliseringsslag kan gebruiken. Om het ook werkbaar te maken op een groter ruimtelijk schaalniveau. Dat is inderdaad iets wat onderzocht moet worden, hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Maar er zit, het is natuurlijk koppelen van systemen inderdaad. En waarschijnlijk valt uit steden als Amsterdam ook te leren hoe je dat voor elkaar krijgt. Nou, hebben zij het volgens mij alleen specifiek op elektronische auto's, toch? Maar, ik heb het niet over huren. Ja, oké. Ja. Oké, nog andere vragen? Ja, wie heeft ook een microfoon voor u? Ja. Rood. Mijn naam is Sonja Scholten, ik ben van CityDNA. En ik vroeg mij af, je gaf hier 9 voorbeelden die jullie voor Eindhoven hebben verzameld. Is dat samen met de burgers tot stand gekomen? Want het zijn eigenlijk hele verschillende voorbeelden. Of zijn het eigenlijk vanuit jullie voor deze stad bedacht wat goed zou zijn? Nee, dit is nog heel erg vanuit ons. En het is ook gewoon een eerste verkenning. We hebben dit deze winter gedaan en het zijn gewoon de eerste 10 strategieën. We hebben wel met de gemeente gesprekken gehad over wat er speelde in de stad. Dus daar is wel de brainstorm een beetje op gestoeld. Maar het is nog niet echt met burgers. Okay. Maar dat is dus wel wat we graag zouden willen. Dat zou het ook heel spannend eigenlijk maken. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Nog een andere vraag. Ja, meneer. Misschien niet zozeer een vraag als wel een aanbod op de Tienerskantels gemeente Eindhoven. Ik hou me een beetje bezig met de nieuwe technologie en crowdmanagement.
hebben in Eindhoven afgelopen jaar met de Koninginnedag en met GLO hebben wij cameratelsystemen gehad waarmee we precies de hoeveelheid mensen kunnen tellen. Geanonimiseerd allemaal, maar ook cellfoongegevens kunnen verzamelen, oftewel waar zijn mensen oorspronkelijk vandaan gekomen. We kunnen die data weer combineren met de e-sfeer, dat is een soort app waar mensen aan kunnen geven of ze een bepaald kunstwerk mooi vinden of niet mooi vinden. En met geluid. En we hebben tijdens GLOW een test uitgevoerd om te kijken van als we nou aan één kant al die data hebben. En we doen dat via de open source bij elkaar, via open remote, een kastje om de zaak van al die verschillende computersystemen. Gewoon aan elkaar te knopen en dan van de sensor geautomatiseerd over te stappen naar een actor. En de actor was in dit geval een lantaarnpaaltje waar we in de hoek van de testkamer neer hadden neergezet. Waarbij je drie niveaus van licht hebt. Dat is een test die we uitgevoerd hebben, succesvol. En we gaan nou proberen om voor Koninginnedag in Eindhoven een jaarmeting te starten voor het Staamzend. Waar we dan ook Bluetooth-metingen aangooien en data van politieregistraties, temperatuur, evenementenkalender enzovoort. Daarmee ga je in ieder geval een database ontwikkelen voor het Staamzend, waar ook met name die sociale sensor heel belangrijk is. Van wat gaan mensen vertellen over hun ervaring op Staamzend en real-time, hoe voelen ze zich. Er komt een driedimensionaal geluidsmeetsysteem, daar haalde de wethouder al aan. Daar kun je mee meten uit welke kroeg de herrie komt, maar je kunt er ook mee meten uit welke hoek de stress komt, geschreeuw van mensen. Ze behoren wel testopstellingen, dus we weten waarschijnlijk nog niet volgende week wat die schreeuw inhoudt. Maar het is wel een ontwikkeling die gaande is. Dus misschien leuk om aan te sluiten. Ja, ja. Ja, het is. Ik vind het heel leuk hoor. Ik wil niet absoluut niet denigrerend over doen, maar we merken nog dat het heel veel deze dingen dus nog in een soort kunstsfeer zitten. Dat heel vaak dan ook heb je projecten dat ze laten zien dat de energie bespaard wordt of zo. En dat ze dan een licht kunstwerk maken met alle energie die bespaard is. Maar dat voelt voor mij dus, ik denk dan van ja, je kan dan toch die bespaarde energie nuttiger inzetten dan een kunstwerk, zeg maar. Dus misschien is dat de stedenbouwer in mij dat ik daar meteen iets mee wil. Maar dat is dus ook al wat we heel graag voor elkaar zouden willen krijgen, dat het dat het verder gaat dan kunstinitiatieven. En daar hebben we ook hulp van overheden zeker bij nodig. Volgens mij is dat ook niet wat daar gebeurt hoor. Want we zijn op het Straatums Eind bezig om te kijken wat we nou met licht kunnen doen om werkelijk kwaliteit van leven te verbeteren. Dus het gaat niet om kunstprojecten. Maar ik had tegelijkertijd wel een vraag aan jou. Van als je vraagt, jij roept technologen op, hè, of technologie. Van op wat voor manier je nou jezelf voorstelt dat die technologie beschikbaar zou moeten zijn? Of wat is nou die technologie die je zoekt? Deels dus. Toen wij dit project deden was het Open Source City er nog niet. Dus deels dat. Dat is inderdaad open data gewoon inzichtelijk wordt gemaakt. Dat mensen er mee aan de slag kunnen. Zoals ik al zei, ik denk dat er nog echt een vertaling in zit. Volgens mij, het is heel goed dat je daar nu al bij kan, maar ik denk dat in de vertaling of in het zoeken of in het combineren van bepaalde sets nog heel veel te halen valt. Kijk, voor burgers is dus een app om auto's te delen al heel wat, terwijl het voor de stad veel interessanter wordt als daar ook echt door blijkt dat je gewoon auto's en parkeerplaatsen in de stad uitkrijgt. Dus we hebben aan de ene kant dus technologieën nodig die echt dat smart grid meer voor elkaar kunnen krijgen. En aan de andere kant dus mensen die een soort van daarop in kunnen hacken en dat slim toegankelijk kunnen maken, zodat ook burgers daarmee aan de slag kunnen. Want mijn ervaring is eigenlijk dat op zich, het gaat helemaal niet zozeer over die technologie, dat die niet beschikbaar zou zijn. Maar het gaat veel meer over IP en over verdienmodellen. En hoe krijg je budget voor elkaar? Want uiteindelijk die technologie, volgens mij, het is veel meer de rat race van welke technologie gaat nou leading worden in het hele verhaal. Dat hij is gewoon wel beschikbaar. Oh ja, nee, dat is ook. Nee, ja, ik denk ook zeker dat het wel kan. Het is meer dat we het zelf niet specifiek voor dit project kunnen maken.
En die technologie, ja, wat wij merken, maar goed, het op zich is het ook wel genoemd dat er gelukkig bedrijven er steeds meer open voor staan. Wat wij werken is dat inderdaad bedrijven het nu nog heel erg binnen zichzelf houden. Dus ze ontwikkelen die smart grids wel, maar wel met het idee van oké, dan blijft het van ons en dan kunnen wij daar geld aan verdienen. Terwijl het zou veel interessanter zijn als er dus een smart grid er is, dat ook echt burgers daar iets mee kunnen gaan doen. Nu gaat het natuurlijk nog heel vaak over een soort energienetwerk en slimme dingen aan elkaar koppelen, maar dat zou ook op veel kleinschaliger initiatief interessant zijn. Maar volgens mij is dat een oproep aan de overheid om zelf te investeren in smart grids in plaats van dat dus ja, bedrijven. Nou ja, de overheid doet op zich wel die consortia smeden, maar heel vaak ja, laten ze zich inderdaad overreden door zo'n bedrijf dat zij dat het tenminste. Die vragen dat bedrijf om dat te doen en het bedrijf doet het, het is een eigen verdienmodel van mooi, dan houden we het lekker binnen onszelf. En dat is inderdaad volgens mij een rol van de overheid om ervoor te zorgen dat het niet binnen die bedrijven blijft. En dat het open wordt voor iedereen. Maar wat dat blijft natuurlijk het punt van wat is nou kijk, voor een bedrijf, een leverancier heeft gewoon een winstoogmerk. Dus als die zoiets opzet, dan is wat is dan de prikkel om het open te maken? En het grootste risico zit er op dit moment volgens mij in, is dat allemaal open source en open data wordt genoemd. Terwijl als je gaat kijken naar de achterkant, dat feitelijk wel erg tegenvalt. Dat is misschien ook een beetje dat het probleem nu nog zit. En wat misschien ook bij de open source city, dat dan meteen gevraagd wordt dat je naar je verdienmodel. Mensen het eigenlijk heel raar vinden dat ze het open source willen maken. Dat is misschien ook nog een beetje een verkeerde manier van denken over hoe onze economie in elkaar zit. We hadden toevallig op kantoor een discussie over dat de aandelen van Apple erg aan het zakken zijn. En wij vroegen ons af of dat iets te maken had met het feit dat Apple eigenlijk zijn technologie steeds meer aan het verstoppen is. Zij hebben ooit een tijd geleden de USB ontwikkeld, tegen alle bedrijven gezegd van ga lekker met de USB aan de slag, want het is voor ons ook heel erg handig als alle apparaten dezelfde aansluiting hebben. Ze waren heel erg gestoeld op een idee van we delen. En dat doen ze niet meer. En ondertussen zie je dus die aandelen zakken. Dus wij vroegen ons af of eigenlijk open source in zich niet al geld verdient. En je kan dus via wat ik zei van die marktmodellen, verdienmodellen die je online vindt, met dus crowdfunding of dus een app store. Ik kan me voorstellen dat misschien het verdienmodel van de open source city en dus misschien dan ook voor het gebruik van, dat je misschien betaalt voor het gebruik van het netwerk, maar niet zozeer dat dus het verdienmodel wordt in plaats van de data die daaruit komt, of dat ze die kunnen verkopen. En ik denk dat misschien ook de data die eruit komt juist weer toepasbaar wordt voor hun op een bepaalde manier. Dus nu is het heel erg van, oh, dan hebben we allemaal datasets en daar kunnen we iets mee, maar ik denk dat het meer erom gaat met welke projecten je daar dan uit kan halen dan dat de dataset zelf waarde betekenen. Dus daar zit nog een soort omslag in. Het is een beetje van het niet meer het eigendom, maar naar het gebruikverhaal toe. Ja. Oké, je had nog een brainstorm. We hebben er op zich al een beetje mee begonnen, maar zoals ik al zei, van die strategieën die we nu ontwikkeld hebben, het zijn er 10 en ze zijn in een paar weken tijd ontstaan en aan de hand daarvan hebben we het artikel geschreven om het nog wat theoretisch wat beter te onderbouwen. Maar het is zeker niet af. Dus als iemand idee heeft voor wat deze technologie nog meer voor implicaties voor de stad heeft, dan zijn we daar heel erg in geïnteresseerd. Nou ja, wat ik al zei, wat ik ook interessant vind, is ook in het open data verhaal van wat moet dan echt hackable zijn. Wat, als we dus nu hebben over een discussie van het blijft binnen bedrijven, wat moet sowieso niet binnen bedrijven blijven qua informatie? Wat moet gewoon beschikbaar blijven voor mensen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Iemand? Mag ik wat vragen? Ja. Maarten de Vries, gemeente Utrecht. Ik denk dat het behalve zoeken naar technologieën ook heel belangrijk is om te zoeken naar partijen en interessante combinaties. Dan kom je ook vaak bij bedrijfsleven uit, omdat die wel ergens een verdienmodel zien. Volgens mij is het dan erg belangrijk om toch wel na te denken over je data. Van als een functie door een bedrijf overgenomen wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan gevonden voorwerpen waar een bedrijf gezegd heeft van nou, dat gaan wij voor heel Nederland regelen. Dat hoeft dan niet meer door gemeente of politie gedaan te worden, maar daar is nu gewoon een landelijk
applicatie voor. Het lijkt mij handig om in dat soort dingen, in dat soort ontwikkelingen ook te bedenken van, goh, daar zitten wel data in, die zijn misschien wel interessant. Het is misschien wel heel erg interessant om te weten waar dingen gevonden worden en waar dingen verloren worden. Dus enerzijds ga op zoek naar onverwachte combinaties van partners waar je misschien best wel wat kunt vinden. Maar denk tegelijkertijd na van, ja, je hebt het niet alleen over diensten, je hebt het niet alleen over verdienmodellen, maar je hebt het ook over data en die zijn wel degelijk ook in zich waardevol. Ja, nou ja, ik zeg ook niet dat ze per se niet waardevol zijn, maar ik denk dat een verdienmodel misschien niet zozeer daaraan gekoppeld zou moeten worden. Het is nog niet een heel erg uitgewerkt gedachte hoor, maar nou ja, goed, wat ik net al eigenlijk toelichtte. Maar is het niet zo dat er altijd een verdienmodel achter moet zitten, anders heb je geen continuïteit en innovatie? Er moet altijd ergens, zeg maar, iets gegenereerd worden. Ja, maar ik denk dus dat je misschien via de data een nieuw project kan genereren. Maar dat dus de data zelf niet zozeer het eindpunt moet zijn. Mogelijk kunnen maken wat voortbeduurt. Dat is de vraag over verdienmodel. Er kunnen dus andere verdienmodellen komen. Als we kijken naar de open source software. De software is dan gratis en dan zijn, zeg maar, andere verdienmodellen omheen gemaakt om dat te kunnen continueren. Want als je dat niet hebt, dan is het eenmaal en is het weg. Daar kan ik even direct op ingaan. Ik kan me wel heel goed voorstellen wat je zegt trouwens hoor, want volgens mij is de basis van de open data dat je zegt van de data is vrij en de toepassing, daar moet je het geld mee verdienen. Hè? Dat is wat bijvoorbeeld Buienradar, om even het voorbeeld weer uit de kast te halen, heel erg goed doet. Dus die bedenken een verdienmodel op basis van de data die gewoon gratis is. Dus ik kan me wel vinden in wat jij zegt, van als je de data gewoon beschikbaar stelt. Ik denk dat je ook zou kunnen kijken naar bijvoorbeeld bepaalde diensten. Op het moment dat je die aanbesteedt, dat je ook na kunt denken over van wat kan ik daar aan data uithalen die ik weer beschikbaar kan stellen. Ik ben zelf van de gemeente Leeuwarden. Wat we hebben gedaan bij de aanbesteding van ons openbaar vervoer, is dat we hebben gezegd van een van de voorwaarden die wij meenemen in de aanbesteding, is dat de dienstregeling als open data beschikbaar komt. En zo heb je aan de ene kant je openbaar vervoer goed geregeld. Aan de andere kant bied je weer de mogelijkheden om met de data die je daar uithaalt weer dingen te gaan doen. Dus het kan ook gecombineerd. Ja, wat betreft openbaar vervoer is ook dat gamesverhaal nog wel interessant. Is dat ook een voorbeeld in de presentatie, heb ik niet toegelicht hoor, maar dat ze een spel Basmeister hadden bedacht in Oostenrijk volgens mij. Waar dus burgers dus busmeester konden spelen en routes door de stad konden bedenken. En daardoor dus er eigenlijk achter kwamen wat de problemen nou zijn als busmaatschappij. Dat vind ik dus een interessante koppeling, waarbij mensen, ja, soms moeten mensen misschien ook de kans krijgen om zich in andere vakgebieden te verdiepen. Omdat je, ja, daar misschien eigenlijk heel interessante of nieuwe ideeën uitkomen. Ik bedoel, hier in de stad is dan gebleken dat Piet en ik blijkbaar een goede projectontwikkelaar is en die krijgt dus nu de kans om dat te doen. Maar misschien zitten er nog wel 5000 andere goede projectontwikkelaars tussen de timmermannen en de Philips-directeuren. Je weet het niet. Dus ik vind het wel interessant dat via dus open data mensen ook andere rollen kunnen gaan aannemen en dus echt direct invloed kunnen gaan uitoefenen. Hier is nog een vraag. Ja, mijn naam is Gerrit-Jan van het Veen. Ik ben van Den Haag Open Data en van Dutch Coast. Ja, sorry. Ja, normaal mag je hem nooit beet houden, dan krijg je hem niet meer terug. Okay. Ik ga een heel lang verhaal. Ik wil eigenlijk vooral onderstrepen. Ik vind het heel fijn om te horen wat in Leeuwarden. Want dat is volgens mij precies wat de overheid op dit moment heel makkelijk kan doen. Is gewoon nieuwe voorwaarden voor het publiceren van data scheppen in al bestaande relaties. Op het moment dat die weer vernieuwd worden. Een van de adviezen die wij vaak geven is als je opdracht geeft voor een onderzoek. Vraag dan gewoon de data die gebruikt is bij dat onderzoek als herbruikbare data aan je onderzoeksbureau. Dus iets heel simpels, maar voor heel veel opdrachtgevers is iets waar ze helemaal niet aan over denken. En het enige wat dan gepubliceerd wordt is het rapport en niet de onderliggende data. Dat soort hele eenvoudige interventies, die liggen zo voor het oprapen en die zijn echt morgen al te doen. En dat heeft niets met businessmodellen te maken.
In eerste instantie niet. Die ontstaan daar natuurlijk wel, maar die afweging hoef je als overheid niet te maken. Dus ik vond het mooi om te horen. Voor de camera. Ik kan volledig instemmen met de vorige spreker. Ik ben Lodewijk Hovi van de Erfgoedinspectie. We houden toezicht op de overheidsinformatie van op centraal niveau van het Rijk. En ja, je hebt twee wetten, de archiefwet en de wet openbaarheid van bestuur. En daarnaast wordt er nog van alles en nog wat in mantelovereenkomsten vastgelegd. En die twee wetten en die regelingen die zorgen ervoor dat de overheidsinformatie die ontvangen wordt door de overheid, die gecreëerd wordt door de overheid, in principe openbaar is. Gratis is. En als je allerlei extra handelingen gaat die overheid laat doen, of je bent onredelijk bezig als WOP-aanvrager, dan kunnen er kosten worden in rekening worden gebracht. Maar het verhaal, de juridische basis is duidelijk, lijkt mij. Ja. Dus nou ja, dat is waarschijnlijk ook waarom de overheid nu het voortouw neemt in zoiets als een open data. Bak, ja, en daar ook één lijn in trekt. Want vaak hoor je toch weer dat, laatst was ik in gesprek over de beeldbank die nu een ontwikkeling is bij de Rijksvoorlichtingsdienst. En ja, daar waren ze nog heel hard aan het denken over de kosten die in rekening gebracht moesten worden. Misschien omdat ze inderdaad heel veel extra dingen doen. Maar ja, ik weet niet hoe mensen van Rijkswaterstaat of die hier zijn in de zaal, hoe die daarover denken. Omdat zij ook gewoon. Ja, daarachter, ja. Microfoon. Of kunt u daar een antwoord op geven, in ieder geval? Als de vraag is hoe Rijkswaterstaat omgaat met open data, het ministerie van INM heeft bepaald dat per 1 januari 2015 eigenlijk alle relevante datasets binnen het ministerie beschikbaar zijn als open data. En we zijn nu druk bezig om de zaken te ordenen en klaar te zetten, dat we daar ook inderdaad daaraan kunnen voldoen. En Rijkswaterstaat heeft daar ook een ambitie, niet alleen om die data open te zetten, maar ook om te zorgen dat die data onze maatschappelijke meerwaarde vergroot. Dat doen we nu bijvoorbeeld rond het Nationaal Wegenbestand, het NWB. En waarin we met alle stakeholders kijken van wat zouden we nog aan die dataset moeten toevoegen om de gebruikswaarde voor jullie te vergroten. Een concreet voorbeeld was dat wij zelf in het productieproces de rijrichting niet nodig hadden. Maar de politie had die wel nodig en die moest je nog weer toevoegen. Dat kostte 2 ton per jaar. En door eigenlijk een vrij eenvoudige ingreep in ons productieproces, waardoor die rijrichtingen weer erin zitten, kunnen zij die kosten besparen. Nou, dat vind ik mooie voorbeelden van eigenlijk dat je als overheid gewoon door slimme data om te gaan ook kosten kan besparen. Dankjewel. Zijn er nog vragen? We zitten bijna tegen het einde van de, of het begin van de pauze aan, het einde van deze sessie. Niet, dan stel ik voor dat we afsluiten, maar eerst nog een applaus voor mevrouw. Dankjewel. We gaan na de pauze, is ook weer hier het tweede deel van de track, de urban track over de stad. Rob Bots is daar een van de sprekers, Ad Steenbakkers, maar die is niet meer in de zaal en Bart Rousseau ook nog. Dus als je nog verder hierover door wilt gaan, doen we dat na de pauze.